Leon vlogt, deel 1. De Garmin Edge, nieuwe functie, mooi dashboardje. Op super mooie fiets. Niet bij disc, maar bij de rest wel even topmateriaal. Vertel eens. En dit is de nieuwe Edge 2 dashboard. Met allerlei nieuwe toegevoegde functies. Eigenlijk het meest complete dashboard wat je kan krijgen op de Garmin 1030. Ja. Ik heb er al een aantal keer mee gereden en super tevreden. Wat kan je er allemaal op zien? Linksboven in de temperatuur op het moment, de tijd, wanneer je thuis moet zijn, de zonsondergang. Het kompas, de richting waarop je fiets, snelheidsmeter die netjes meedraait. Ja, is dat gaaf om te zien als je... Ja, dat is wel mooi. Plus je kunt inderdaad aan de kleur ook zien waar je ongeveer zit. Dus dat is altijd wel prettig. Ja. Maar de gemiddelde snelheid geeft hij aan. Ja. En de maximale snelheid die je gehaald hebt. Ja. Vervolgens afgelegde afstand. Tijd dat je onderweg bent en tijdstip van de dag. Wacht even, die? Is dat gewoon echt de snelheid ook, die 0-0? Ja, dat is de snelheid geeft hij dan ook nog een keer digitaal weer. Aantal afgelegd kilometers, zoals ik al zei, en de tijd van de dag. Je batterijlevel van je Garmin aan de ene kant, de GPS-ontvangst aan de andere kant. En dit zijn 4 satellieten of zegt hij gewoon goed? Deze navigeert nu via zowel GPS als glasnost. Okay. En hoe hoger de balkjes, hoe beter het is. Ja. Dan hebben we een balk waarin de power staat. Dus daar kun je zien op welk powerniveau je zit. Je stelt van tevoren netjes je FTP in. En aan de kleurtjes kun je zien waar je ongeveer zit. Uh-huh. En onderin zien we nog de cadans, actuele hartslag, de power die je levert, hoogtemeters, de hoogte waarop je zit en daalmeters. En die moeten gelijk zijn als het goed is, aan het eind van de rit. Op het eind van de dag is dat wel de bedoeling, ja. Tenminste, okay. Als je een rondje rijdt, hè. Ja, ja. En switch je nog iets tijdens het... Nee, hier gebruik ik eigenlijk niet de knoppen van. Ik heb dan DA2 en geschakeld, dus met de knoppen bovenop het stuur kan ik bladeren. Dan ga je naar de andere velden. Ja. Maar doe je dat ook of laat je hem dit dashboard is zo compleet dat je eigenlijk zelden hoeft te wisselen. Ik zag je inderdaad gisteren heel dag hier op rijden. Ja. Het enige wat ik nog wel eens doe is bijvoorbeeld in een klim zit om even je klimpercentages te zien of dat soort dingen. Dus dan ik heb een klimveld en dan zet ik hem daarop. Klimveldje? Dat is natuurlijk nog niet heel boeiend. Even kijken wat hier zit. Dit deze. Dat is deze. Ja. Dus dan zie je de stijging en er komt ook een percentage bij en vervolgens zie je ook het profiel. Dus Wat de helderheid. Hoe lang moet gaan. Oh, dit is ook toekomstgericht? Ja, dit, ja. Dus als zo meteen selecteer ik de route en dan zie je ook gelijk het profiel. Precies, perfect. Ja. Nou, ik denk voor de vlog. Dus de komende 500 meter zie je dan. Ja. Perfect. Qua cadans, wat hebben we dan allemaal nog erop geschroefd? Ik heb de dure ESP krenker in zitten, oftewel die meet dan twee kanten. Ja. Ja. Zowel links als rechts. Ja. Wat wil je nog meer? Wat doet hij? Duo Twap Ready. Dat is een mogelijkheid om van Trek zelf een cadansmeter in te schroeven. Zit eigenlijk in ieder high-end trackframe? Wat zei je? Zit eigenlijk in ieder high-end trackframe? Ja, zit er altijd standaard in. Ja. Mooi. En verder is er niets. Ja, het is gewoon een normale rem nog, maar daar wordt hij lichter van, hè? Perfect. Hartstikke goed. Nou, zijn we helemaal op de hoogte.